Goedemorgen. Goedemiddag, spreek ik met meneer Bart? Ja. Ik spreek nu met mevrouw Sprong van de gemeente Amsterdam. Onze inspecteur heeft vernomen dat uw caravan van het type Rapido al sinds zondagmiddag in de straat staat. Klopt dit? Dat klopt, ja. Ik weet niet of u bekend bent met de regels van de gemeente Amsterdam. Want het is namelijk in de regel zo dat een caravan van een dusdanig formaat niet langer dan 3 dagen in de woonstraat mag staan. Ja, dan zet ik hem in de volgende straat. Ik ken hem per zaterdag kwijt in de stalling. Dat moet ik eerst in orde maken. Ik vind het heel erg vervelend voor u. Maar het is gewoon zo voorgeschreven dat een caravan van zo'n formaat niet langer dan 3 dagen in een woonstraat mag staan. Ja. En als u hem niet binnen 1 uur verplaatst, dan komt onze inspecteur langs en dan kunt u een behoorlijke boete krijgen. En waar wilde u hem dan dat ik hem neerzet? In de stalling. Ja, dat ken ik zaterdag pas terecht, mevrouw. Dit zijn de regels en die moeten wij allemaal naleven. Ja, mag ik hem dan ergens op een parkeerplaats zetten? Nee, dat mag helaas niet. Ik kan hem namelijk nu niet naar die hoe heet het zetten. U kunt hem nu niet naar dat hoe heet het zetten. Nee, ik kan hem niet naar de stalling zetten. Ja, maar meneer, ik snap niet dat als u weet dat de regels zijn dat u hem niet langer dan 3 dagen mag neerzetten, dat u hem dan pas voor zaterdag bestelt. Nou, u weet toch dat u dan fout bezig bent? Ik heb hem namelijk dus zondag gehaald, omdat hij in mocht staan. Maar dan heb je zondag, maandag, dinsdag. Ja, en toen moest ik dus een stalling regelen. Ja, dat moet u dan al van tevoren gedaan hebben, want dan mag maar 3 dagen neerstaan. Ja, maar kijk, u moet rekenen, als je een stalling regelt, moet je de maat van de caravan precies hebben. Ik weet niet precies wat de maat van uw caravan is. Nee, dat is het punt, want ik moest hem eerst opmeten. Toen kon ik dat doorbellen. En daar doet u 3 dagen over? Nou, mevrouw, ik ben momenteel met een hartoperatie bezig. En ik wil dit ding, voordat ik die hartoperatie krijg, wil ik naar de stalling brengen. Ja, ik vind dat heel erg spijtig voor u, maar hij mag echt maar 3 dagen neerstaan. En anders krijgt u een boete van minimaal €500 en dat kan oplopen met €1000 per dag. Nou, weet u wat, ik haal hem weg. Ik breng hem nu weg. U brengt hem nu naar een stalling? Nee, ik kan hem nog niet in een stalling brengen. Ik ben kwijt, want dan kan ik per zaterdag terecht. Ik ga hem nu verplaatsen. Want hij moet wel binnen een uur verplaatst worden, want anders krijgt u alsnog... ik doe het dus. Ik zal nu naar buiten hollen. Ik hoop dat ik geen hartverlamming krijg. Nee, dat hoop ik ook niet voor u. Dat wil ik niet voor u weten hebben. Het is dus heerlijk dat ik dus dit aan de gemeente te danken heb. Ik probeer het zo zelf mogelijk, zo snel mogelijk, die caravan hier ook weg te halen. En als ik dus hier dus op een paar uurtjes of 2 dagen dus gaan liggen. Want hij heeft wat vaker daar gestaan. En langer. Maar ik weet niet of dit opgenomen heeft, maar ik vind het dus vrij zielig. Maar ik doe het best. Als u problemen ermee heeft, dan kunt u een klacht indienen. Nou, mevrouw, ik haal hem weer. Dag. Ja, dank u wel.